Nou, volgens mij kunnen jullie mij horen rammelen, rommelen. Ik ga eens even kijken of ik het, of ik mezelf nu ook kan zien. Even kijken. Deze even vernieuwen. En dan hoop ik dat jullie mij kunnen zien. Ik zie in elk geval een roze blad. Met een plankje erop. Dus ik zie mijzelf. En ik hoop dat jullie mij nu ook gevonden hebben. Op een of andere manier had mijn telefoon geen zin aan Facebook. Die dacht, zoek het lekker uit vanavond. Maar na het nieuwe opstarten blijkt dat het toch nog weer oké komt. En dat we live kunnen gaan. Nou, even kijken. Ik wacht even totdat jullie mij een beetje gevonden hebben. Maar volgens mij moet dat lukken. Ik zal even mededelen dat ik live ben in het bericht. Nou, gevonden. Ja, gevonden. Heel fijn. Goedenavond allemaal. Ik zie dat de kijkers nu oplopen. Dus jullie hebben mij gevonden. En wij gaan dus ook maar snel beginnen. Even kijken of ik er... Nou, de verlichting is volgens mij wel redelijk oké. Ik wil jullie graag vanavond iets laten zien wat eigenlijk al best wel oud is. Waar ik als kind eigenlijk al mee mocht spelen. En dat is het Krimpy Dinky. Het is een krimpfolie dat door hitte de dingen verkleint. En dan wordt het ook dikker. Ik zal straks laten zien hoe het werkt en hoe je dat kan gebruiken op je kaartjes. Het eerste wat wij gaan doen is, we gaan beginnen met de kaart die ik gemaakt had. Waar jullie dus aan mee kunnen doen als je de spulletjes hebt gesneden en klaar hebt liggen. Nou, ik ga wel een beetje aan één stuk door. Dus mocht het niet lukken dat je het bij kan benen, dan kan je het altijd nog even terugkijken. Nou, het wordt een kaart met een draaigedeelte erin. In het draaigedeelte heb ik de embellishments gedaan die ik met de krimpfolie, de Krimpy Dinky, heb gemaakt. Dat zal ik dus straks laten zien. En er hangt hier een leuke bedel aan. Ik weet niet of dat te zien is zo in de camera. Maar die bedel heb ik dus ook bestempeld en daarna verhit. En dan krijg je dus een leuke, ja, noem het een bedel. Die kan je dus weer aan je kaart maken. Het is eigenlijk al heel oud, maar ik zag het in de winkel liggen. Ik zei, oh, dat vind ik leuk om een keer te gebruiken. Nou, we beginnen met het maken van de kaart. En daarvoor snijden we, of hebben we inmiddels gesneden, een stuk kraft. En dat stuk kraftpapier, als het goed is, hebben jullie die gesneden op 15 centimeter breed. 15. Ik doe even helemaal live mee. Dan maak ik er gewoon nog een. 15 bij 24. Nou, dit is de basis van je kaart. Wat je hiermee gaat doen is, je vouwt hem dubbel. En je kan hem eventueel ook eerst even rillen, maar ik vouw hem gewoon zo dubbel. En dan doe ik even goed met een vouwbeen eroverheen. En dan is die ook mooi strak gevouwen. Dit is de basis van je kaart. Nou, dan pak je een stans of een pons of wat je ook maar voor handen hebt. En dan stans je een gedeelte uit deze kaart met de stans van 10 centimeter. Moet ik zelf even spieken welke as het ook alweer was.
Ik heb altijd zo'n nestje van die snijmalletjes. Dan heb je alle maatjes. Van Crealysis die geloof ik uit mijn hoofd zeggende. Nou, daarvan neem je de helft op je... je stans de helft zeg maar uit je dubbelzijdige kaart, je basis. Nou, omdat je stansmal 10 centimeter is, moet dit dus een 5 centimeter zijn. Dus je zet even een klein hulpstipje, lijntje, streepje, wat je wil, op 5 centimeter. En dan leg je daar je mal op en dan plak ik hem altijd even vast met dubbelzijdig, of met, hoe heet dat, tijdelijk plakband. En dat doe ik meestal zo aan de binnenkant van de mal. Waarom? Omdat die buitenkant, die wil ik graag mooi houden. Mocht het door de stansmachine toch zo vastgeplakt zijn dat het gaat, eventueel gaat scheuren, dan zit het alleen aan de binnenkant. Dus daarom plak ik hem eigenlijk alleen aan de binnenkant vast. Nou, wat je kan doen, is je kan hem open door de stansmachine doen. En heb je een goede stansmachine die het ook dubbel aan kan, dan doe je hem de dubbel door. Dus dat maakt op zich niet meer uit, als je hem maar echt even goed op zijn plek hebt liggen. Nou, ik doe deze even door de stansmachine. Heb je een cirkel snijden, dat kan ook. Dan snij je nu even de cirkel eruit met je cirkelsnijder. Even kijken. Een beetje te veel onderdelen. Zo. Die stansen we eruit. Even wachten en dan komt hij er aan de andere kant weer uit als ik geluk heb. Dan zie je dat hij in één keer mooi in het midden eruit is. Dit is je basiskaart. En we gaan nu twee cirkels snijden van 8 centimeter. En waar je weer een cirkeluitstand van 6 centimeter. Nou, hoe ik dat meestal doe, is met mijn nestje stansen. Wat had ik gezegd? De 8 centimeter. Dat is denk ik deze. Even zien. Dit is de 7. Nee, die moet ik niet hebben. Ik moet de 6 en de 8. Dat is de 9. Dit is de 8. Daar ben ik de 2 van nodig. En die stansjes samen door de stansmachine. Dus wat ik dan doe, ik leg deze op mijn stansplateau. En dat is per machine weer verschillend, maar de meeste hebben wel een magneetmat. Dan leg ik hem zo dat hij dus al mooi gelijk ligt. En daar leg ik dan mijn papier op. Heb je nu een cirkel snijden, dan snij je eerst even de grootste en dan snij je die kleine er weer uit. Als je dus maar een cirkel overhoudt van 1 centimeter breed. Want die zijn we nodig. En dan zijn we er 2 van nodig. Als het goed is heb ik die, hebben jullie die klaar liggen eventueel. Op wacht duurt het altijd lang, hè? We willen altijd alles snel. Even kijken. Kijk. En dan komt hij er in één keer komt hij er zo uit. Die zijn we dus nodig, 2 keer. Die stand ik ook nog even 2 keer. En ik ben zo'n suffert geweest om deze niet even 2 keer alvast voor te bewerken. Dus die had ik nog niet klaar liggen. Maar ook dat is live. Alles kan.
knip. Die gaat erdoor. En als het goed is, hebben we dan weer twee dichte cirkels nodig van 7 centimeter. Die past daar dan weer precies. Oh, is de grote. Die past daar dan weer precies tussen. Deze was 8 en 6. En deze is 7. En dan heb je een mooi randje om hem erop te plakken. Welke stansmachine hoor ik? Nou, Ali, dit is nog een oude Ibosse. Die doet hier nog steeds zijn dienst. Even kijken. Nou, ik heb hem nu in één keer maar 2 keer uitgestanst. We hebben dus 2 ringen. En dan zijn we nodig 2 keer een stukje mica van 7 centimeter. Nou, ook die ga ik even stansen. Even kijken, waar had ik mijn 7 centimeter? Deze. Als het goed is. Ja, die gaan we ook 2 keer stansen. Met een beetje mazzel hebben jullie hem al liggen. Als jullie tenminste het lijstje al afgewerkt hebben. Of doen jullie ook meteen live mee? Daar ben ik ook wel benieuwd naar of het meteen live meegedaan wordt. Of dat jullie alles al voorgesneden hebben. En dan pakken we ook vast even het foam tape. Dat zijn we ook zo nodig. Zo. Even een beetje herrie. Maar het is klaar. Dus we gaan verder met de volgende stappen. Even aan de kant. Nou, ik heb dus 2 ringen, of 2 cirkels van Mika en 2 ringen van Kraft en een basis. Nou, wat we gaan doen is die 2 ringen, die beplakken we met het Mika. Waar ik hier zelf altijd voor gebruik is een heel smal sticky tape. Die is, dacht ik, maar 3 mm breed of 2. Ik zal even spieken voor jullie. Die is 3 mm breed. En die plak ik gewoon zo rond de opening van de kraftcirkel. Af en toe krijg je dan een kleine vouw erin. Is helemaal niet erg. Dat gaat straks, zie je daar niks van terug. Dus je plakt het sticky tape langs de rand van de kraftcirkel. Haal je het beschermfolietje eraf en daar plak je je mica weer bovenop. Nou, dat doen we ook bij die andere. Ook even weer sticky tape. Even rustig langs de cirkel plakken. Zoals ik al zei, als er een kleine vouw in zit, is het niet zo erg in het tape, want dat duw je straks helemaal plat. Zo, hij moet wel helemaal gesloten zijn, want anders dan gaat straks je schutmateriaal eruit. Nou, een beschermfolietje, dat blijft altijd overal lekker statisch aan zitten. Hier plak je dan het tweede deel mica bovenop. En zo. En dan komt nu even het deel van de Krimpy Dinky afdeling. Dit leggen we even aan de kant. Dan ga ik jullie nu even laten zien wat je zoal met Krimpy Dinky kan maken. Want dat wil ik straks gebruiken in mijn ring. Ik pak er even een paar potloden bij. Zo. Je kan Krimpy Dinky blanco gebruiken. Ja, daar heb ik dus tekst op gestempeld. Is erg leuk. Kan ik even laten zien. Oh ja. Yeah. Even mijn Misty kwijt onder de rommel. Ik neem nu even de Misty, want die ligt bovenop. Maar er zijn verschillende stempelhulpen.
Nou, dan leg je even een stuk van het mica in, of van het krimpie dinkie in. Ja, het lijkt precies op mica, het is alleen wat dikker. En dan pakken we een tekstempel. Even zien, welke zal ik eens kiezen? Nou, maakt het niet zo heel veel uit welke. Oh, ik kan wel de nieuwe van de thee. Die past zo wel leuk bij de... Hoe heet dat? Bij de kaart. Die even pakken. Mijn thee. De afternoon tea van Noor. Is trouwens ook weer nieuw. Is allemaal net binnen. Even zien. Koekje bij de thee doen we vandaag. Ja, we doen koekje bij de thee. Nou moet ik wel even zeggen dat je nu wel even op moet passen. Want als je nu deze hier al oplegt, je stempel. En je gaat deze aanduwen, dan plakt die al wel eens vast aan het krimpie dinkie. Dus dat is even opletten. Wil je nu dat niet gebeurt, dan doe je even ongeveer zo. Dat je een beetje de richting weet waar je wil stempelen. Zonder dat je hem al op je mica drukt. Dus je plakt je stempeltje even daar. Nou, deze kun je bestempelen met Stazon inkt. Stazon inkt is watervast. Je kan dus niet met inkt op waterbasis op dit krimpie dinkie stempelen. Want dat veeg je er zo weer af. Dus ik ga nu met Stazon mijn tekst even beinkten. En dan doen we de deur dicht. Stempelen we de tekst op het krimpie dinkie gedeelte. Doe hem omhoog. Even kijken, even met mijn stempjammy. Even weer mijn stempel schoonvegen. Dan kan die weer op de clear sheet. Want anders dan ben ik het altijd zo weer kwijt. Dus ik ruim hem meteen even weer op. Zo. Nou, dan kan die eraf. En dan maken we daar een leuke hanger van om straks aan de kaart te doen. Memento inkt. Ja, als het maar niet op waterbasis is. En verder kan het met alle inkt wat dus, hoe moet ik het zeggen? Sneldrogend... nou ben ik het helemaal kwijt. Even lezen. Niet op waterbasis. Dus wat bestand is tegen water. Heb jij Krimpie Dinkie twee dezelfde kanten? Ja, deze heeft twee dezelfde kanten. Dus het maakt niet uit waar je op stempelt. Er is ook Krimpie Dinkie. Dat is mat van kleur. Dus dan kun je aan één kant stempelen. Nou, ik knip hem uit. Een beetje langs de stempel. Je kan hem ook snijden. Je kan er een leuke vorm van maken. Wat je maar wil. Ik knip hem even uit. En dan knip ik de hoekjes een beetje rond. Het hoeft allemaal niet zo heel precies. Want het gaat straks toch alle kanten op. En dan kan ik zeggen. Ik laat één hoekje laat ik in een punt. En dan maak ik een gaatje in. Denk er wel aan, alles wordt twee keer zo klein, dus het gat wat je maakt moet ook wat groter zijn dan dat je normaal een gaatje ergens in ponst. Ik neem dan bij de van de kroppedaal de grootste. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien hoe ik dat, of dat, even zien, zo denk ik. Kijk, dus dit formaat gaatje, daar kan nog weer iets doorheen. Nou, dan pak ik even mijn plankje. Waar had ik die neergezet? Even kijken. Oh, die heb ik hier. En anders dan bolt mijn hele snijmaat omhoog. En ik pak even een pincet. Omdat dit nog wel een beetje warm wordt. Ik doe dit met de heat tool. Maar je kan het ook in de oven leggen. Dan moet ik even op de verpakking kijken hoe dat precies werkt. Ja, dan moet je je oven op 175 graden leggen. En dan even kijken. Ja, dan kun je eigenlijk wel zien. Als het klaar is, dan is die... hij is 3 maal kleiner en 9 maal dikker geworden. Dat gebeurt in de oven. En je kunt eigenlijk zelf wel zien als die klaar is.
Wat ik zelf doe is met de heat tool. Dat gaat net zo goed. Dus ik ga nu even lawaai maken. En dan kunnen jullie zien wat er dus met het stukje krimpie dinkie gebeurt. Ik hoop dat het een beetje te zien is zo. Even kijken in mijn eigen beeldscherm. Het gaat wel krullen. Zodat je niet denkt van, oh wat gebeurt er nu? Het trekt alle kanten op. Ik wil het jullie mooi laten zien, maar dat valt nog niet mee. Even kijken. Inmiddels is die al heel wat kleiner geworden. En wat je als laatste doet, dan pak je even een boek of een, ik doe het zelf met een klierblok. Dat is de allerlaatste stap. Als die nog goed warm is, dan leg je die er even bovenop. Nou, kom op. Zo. Nou, hij is klaar. Snel mijn blok er bovenop en dan duw je hem helemaal plat. Een houten knijper om hem vast te houden. Ja, dat kan, maar die zijn zo breed. En de pincet moet ik zeggen, nee, deze is heel erg lang, dus ik heb er eigenlijk niet zoveel last mee. Nu heb je een heel leuk klein hangetje, waar dus de tekst op staat die we net gestempeld hebben, koekje bij de thee. Nou, zo kan je allerlei dingen maken. Je kan ook bloemen uitstansen. En die bloemen die, kan je kleuren met potlood. Maar omdat mica zo glad is, moet je het wel eerst even opschuren. Ik heb hiervoor gewoon even volgens mij is die van Memory Keepers. Die gebruik ik om hem even wat op te schuren. Ik doe dat even in de hand. Dat is een beetje makkelijker te zien voor jullie. Als die maar een beetje ruw is, dan hecht daar de potlood mooi aan. Nou, wat ik dan doe is, ik neem kleurpotloden en op zich maakt niet uit welk kleurpotlood, welk merk. Dat doet er niet toe. Je kleurt dan je bloem. Naar eigen idee wat je leuk vindt. Ik geef hem 2 à 3 kleurtjes. En potlood wil dus alleen als je even een beetje met een schuurblokje of met iets anders het oppervlakte van Krimpie Dinkie even ruw maakt. Kan ook met gewoon een schuurblokje of iets dergelijks. Ik neem even wat heftige kleuren, zodat jullie het hopelijk een beetje beter kunnen zien. Zo, en nog een donker in het midden. Nou, dit gaat allemaal een beetje snel, maar dan weten jullie in elk geval hoe het werkt. Ik pak de pincet weer vast en dan gaan we deze... Karin, dit kan inderdaad ook met een marker. Ja, een marker als het maar een watervaste is. Je hebt ook van die watervaste stiften. Vroeger had je identity pennen of zoiets. Dit is de maat die de bloem nu heeft. En nu ga ik hem verhitten en dan zal ik hem zo weer op mijn hand laten zien.
Nou, hij is gekrompen, dus ik leg er meteen een clearblok bovenop. Corrie, je moet niet alles weggeven. Maar het is in elk geval nog verkrijgbaar. Nou, en dit is het bloemetje wat het nu is geworden. En ik ben dus begonnen met, even kijken, deze maat. Ik hoop dat dat een beetje te zien is zo. Het glimt natuurlijk wel erg. Maar zo krimpt het krimpiedinky. Nou, wat ik al zei, je kan er ook met, ik zeg altijd, hier noemen we ze altijd dikke stiften. Maar dat zijn die stiften die dus permanent markers zijn. Daar kan je er ook mee op kleuren. Wil je het met wat anders doen, dan moet je het eerst even opschuren. Dus wil je het met potlood inkleuren, dan eventjes met een schuurblokje of iets dergelijks. Dat je de oppervlakte ruw maakt. En dan kan je er de leukste dingetjes van maken. Ook erg leuk voor kinderen om allerlei figuurtjes en bloemetjes te maken voor een armbandje. Dus echt, ik vind het heel grappig spul. Ik ben elke keer weer verbaasd als het zo klein is geworden en het zo gekrompen is. Nou goed, dat was het gedeelte Krimpy Dinky. We nemen nu weer de kaart bij de hand. Want daar gaan we nu mee verder. Daar ging het ook eigenlijk om. Dat we gezellig samen die draaikaart gingen maken. En het... Maar ik wilde graag even jullie Krimpy Dinky laten zien. Even kijken, waar zijn we? We zijn bij het vullen van... hoe heet het? De twee cirkels. Die twee cirkels... Kan je op twee dingen doen. Er moet straks een gaatje in komen. En dat gaatje moet heel precies tegenover elkaar zitten. Dus wat ik dan doe, ik prik nu eerst de gaatjes erin. Dat doe ik met een speld of ja, wat je ook hebt. Een prikpen kan ook. Die doe je precies in het midden. Ik doe dat meestal even op mijn snijmat. Dan tel ik even de ruitjes uit. Kijk, hier heb ik nog twee ruitjes en hier nog twee ruitjes ongeveer. Even kijken, anderhalf, zo. En dan leg ik ze op elkaar. En dan ga ik dus hier een opening in, of een gaatje in prikken. In beide delen. En ik prik hem aan de overkant. Door de twee delen. Soms slecht geluid. Oh, ja, dat kan natuurlijk hier aan... kan ook aan mijn praten liggen, hoor. Ik kijk soms de andere kant op en dan spreek ik niet helemaal recht in mijn telefoon. Misschien dat dat het de oorzaak is. Ik doe mijn best. Nou, hier heb ik dus nu twee gaatjes recht tegenover elkaar. Dan halen we die knopspelden er weer uit. Je kan ook zeggen van ik wil er een dikke touwtje door. Dan maak je de gaatjes ietsjes groter door even wat te draaien met je knopspeld. Dat kan ook. En dan komt het dat we het foamtape erop gaan doen. Het foamtape wat ik hiervoor heb is heel smal. Uit mijn hoofd 0,5 breed en het is 2 mm dik. Nou, omdat de Krimpy Dinky dingen al vrij dik zijn en het moet dan ook nog schudden, doe ik twee laagjes. Dus het wordt een beetje een dikkere kaart of een dikkere schutgedeelte. Maar wat je dan even voor moet oppassen is dat je die gaatjes niet bedekt met je foamtape. Ik heb dat zo opgelost dat ik begin met een schuimpuntje. En het schuine puntje dat plak ik net onder het openingetje. Nou, dan voorzie ik het gedeelte van foamtape. Kom ik bij het tweede gaatje. Ook die knip ik schuin af, zodat ik nog mijn gaatje straks open heb. En dan ga ik hem aan de andere kant er tegenaan plakken, dat ik... dat gaatje nog wel hebt, maar dat het foamtape toch gesloten is. Nou, even verder. Deze
voorzien van foamtape. Kom je weer bij de andere kant, knip je hem dus weer schuin af, zodat het gaatje nog vrij ligt. Je kan eventueel het beschermtape trouwel afhalen. En hetzelfde doen we ook bij de tweede. Normaal heb je genoeg aan één deel foamtape. Maar omdat ik nu dus dat dikke krimpje dinky heb, maak ik hem dus wat dikker. Door er twee lagen foamtape op te doen. Nou, dit is weer op dezelfde manier. Schuin bij het gaatje. Ben je bij het tweede gaatje ook schuin. Mocht je hem nu zo ver op de kant hebben zitten, dan kan je hem er ook eventueel nog langs plakken. Dat is maar net waar je je gaatje hebt gekregen, gemaakt. Zo. Nou, ik ben weer rond. Knip ik hem daar ook weer schuin af. Zodat wel mijn doosje, zeg maar, is gesloten. Maar niet de gaatjes. Nu heb ik die twee cirkels met foamtape. En daar kan je dan allerlei dingetjes in doen. Ik heb hier ook al bedeltjes gemaakt. Een kaartje speciaal voor jou. Wat had ik hier ook al weer op staan? Happiness is the vehicle we travel in. Not your destination. Dat is weer voor een mannenkaart met een auto eraan. Nou, zo kun je allerlei dingetjes kan je in je in je schutgedeelte doen. Ik doe er ook nog eventjes wat andere glittertjes erbij in. Even kijken, mijn bakje met glittertjes. Ik doe er wat, confetti glittertjes bij in. Je kan er, eigenlijk kan je er van alles in doen. Kraaltjes kan je er nog in doen, is ook wel leuk. Even zien, ik pak even mijn, vind ik toch handiger, even een scoopje erbij. Ik een beetje meer afmeten wat ik erin wil. Hadden jullie wel gezien de vorige keer, toch? De scoopies. Scoopies zijn zo handig. Voor allerlei kleine frutseltjes. Echt hele kleine leuke mini schepjes. Ik geloof dat er een stuk of 5 in zitten voor 1,50 of zo. Nou, wat we nu doen is dat deze weer recht op deze moet komen. En omdat je dan iets wil gaan schuiven, kan je zeggen van ik doe eerst lijm tussen het tape. Dus dan wordt het plakgedeelte wordt dan een beetje glad. Dat kan je doen. Je kan ook zeggen van ik kan heel netjes plakken. Dat kan ook. Dan plak je hem er meteen op. Nou heb ik weer mijn twee knopspelden nodig. En daar heb ik zo bedacht. Als ik deze nou hierin doe. Oh, hier blijven. En de andere hierin. En ik prik die weer in die gaatjes die ik hier gemaakt heb. Dan weet ik zeker dat ik ze echt recht boven elkaar heb staan. En dan kan ik mijn andere deel laten zakken. En zitten ze mooi recht op elkaar. Nou, omdat ik er nu dus wat lijn tussen heb gedaan voor het eventueel schuiven als jullie dat wilden. Moet ik nu wel even opletten dat ik hem niet te veel verschuif. Maar goed. Dit is dus het bakje geworden met het schutgedeelte. Dit schutgedeelte komt straks hierin. Nou, eerst gaan we deze voorzien van designpapier. Daar heb ik ook een klein trucje voor, laat ik het zo maar noemen. Je pakt dan designpapier en het snij je op de breedte van je kaart. En dat was 14,5 ben ik daar nodig, denk ik. Ja, dit was 15 bij 12. Dus ik ben 14,5 bij 11,5 nodig. Ik snij hem even mee. 14,5 bij 11,5. 11,5. Waar is 11,5? Hier zo. 11,5 bij 14,5. Nou, nu hebben we natuurlijk het probleem dat die opening erin zit. Hoe krijg ik dat mooi verwerkt tot dat het ook weer een randje heeft zoals deze kaart. Nou, ik heb dat zo gedaan dat ik hem eventjes met mijn
tijdelijk verdwenen plakband, oh hier is het, met mijn tijdelijk tapeje, zet ik even het designpapier vast op de plek waar het moet komen. Even zien, hier wil ik hem hebben. Dan zet ik hem even iets vast. Draai ik hem om. En dan teken ik met een potlood door de opening, die halve cirkel op mijn designpapier. Maar die moet dus iets kleiner zijn. Dus je knipt een, ja wat is het, een halve centimeter. Knip je dan langs het lijntje. Je kan ook zeggen van ik neem een stans. Die leg je dan hier precies op. Kan ook. Er zijn diverse mogelijkheden. Maar ik ben nog wel van het, het knippen met zoiets. Let bij knippen goed op de punt van je schaar. Want dat is je richting waar je naartoe gaat knippen. Dan knip je een halve centimeter langs die kaart. Ongeveer een halve centimeter. En dan hou je oog op de punt van je schaar. Die wijst naar de plek waar jij naartoe moet. En dan ook niet te grote knippen geven, maar kleine knipjes. En dan komt dat helemaal goed. Kijk, dan heb je precies een mooie lijn om je designpapier op te plakken. Nou, die, ik had deze kant gekozen. Hè? Die kan je erop plakken. Ik ga niet de hele kaart vanavond met jullie versieren, want dat mogen jullie zelf lekker doen. Ik doe alleen even de lastige stapjes met jullie. Want anders zitten we hier zo lang nog. Oké, nou, deze die plakken we daarop. En je kan de achterkant nog beplakken en nou ja, noem maar wat op. Nu gaat het even om het draaigedeelte, om die in die kaart te krijgen. Nou, als jullie wat klaar hadden liggen, dan kan je dit rustig meedoen. Ik heb hiervoor heel dun ijzerdraad. Ik noem het maar ijzerdraad. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb het ooit eens gekocht bij een, bij een bloemenzaak of iets dergelijks. Je kan het ook met, hoe heet het, vissersdraad werkt het ook mee. Even zien, ik zie hier een vraag. Kan je niet in het begin het designpapier opplakken en dan de cirkelstansen? Ja, dat kan, Lowina. Maar dan heb je niet je bruine randje. En dat geeft nou net iets, ja, iets extra's. Maar je kan inderdaad eerst je designpapier opplakken, dan je cirkel uitstansen. Maar dan mis je dus alleen het randje. Even zien, we waren bij de ijzerdraadjes. Het ijzerdraadje gaat door de gaatjes. En als het goed is, zijn die gaatjes nu redelijk makkelijk te vinden. Omdat je dus recht boven elkaar hebt. Je zou ook eerst het bakje kunnen maken en dan de gaatjes erin. Maar dan zit je soms dat je door dat foamtape moet. En dat is dan weer, ja, niet zo heel makkelijk te doen. Dus ik heb het nu zomaar bedacht. Maar alle ideeën van jullie zijn natuurlijk ook welkom. Nou, dan draai ik dat ijzerdraadje even goed op. Dat het één dik draadje wordt. En dan doen we hetzelfde aan de andere kant. Ook dat draadje halen we door de gaatjes. En dan draaien we hem op. En omdat het, ja, het is een heel mooi dun ijzerdraadje. Ik ben eigenlijk zelf nog wel benieuwd waar ik het ooit vandaan heb gehaald. Ik ben er wel blij mee. Dit plak je in de binnenkant van je kaart vast. En je legt hem daarvoor eerst in het midden. Dan neem je een gewoon plakbandje. Dan plak je eerst één kant vast. Dus je houdt dit even goed vast in het midden. En dan deze, dat ijzerdraadje leg je in de vouw van de kaart. En plak je hem vast. Nu kun je hem er
heel makkelijk heen en weer uitschuiven. Dus wat ik dan doe is... Oh, wacht even. Jullie verdwijnen. Even kijken. Gebeurt hier iets met de... Ja, daar zijn we weer. Ik doe dan altijd even het andere deel. Vouw ik een keer terug. En dan plak ik daar ook weer een plakketje overheen. Zo weet je in elk geval dat hij niet heen en weer schuift. Dus ook aan de andere kant even. Nee, ik heb het niet bij Janine gekocht, Janette. Ik heb geen idee. Ik heb zelf het idee dat ik het ooit eens bij een tuincentrum of iets dergelijks heb gekocht. Nog wel iets van bloemschik idee. Even kijken. Nou, bij deze doen we dus ook weer de vouw naar de binnenkant. Plakken we hem weer vast. En dan weet je zeker dat hij dus niet heen en weer kan schuiven. Het overige stukje knippen we eraf. Nou, en nu zit je draaigedeelte vast in je kaart. Of je schut in je draaigedeelte. Dus als je nu gaat draaien, dan gaan al die dingetjes... Die lopen lekker mee. En dit is eigenlijk wat ik jullie vanavond wilde laten zien. Ik heb verder de kaart versierd. Zoals jullie misschien al wel hebben gezien. Met designpapiertjes, strookjes. Ik had er de klok van Noordesign opgeplakt. We hadden natuurlijk de... Gefeliciteerd gemaakt met Mika. Wat ik dus ook met... Of met Krimpy Dinky. Wat ik dus net heb laten zien. En dan deze kleine tekstjes. Nou, die zijn heel schattig om ergens aan te hangen. Aan een leuk kaartje of aan een cadeautje of iets dergelijks. Je kan allerlei stempels gebruiken op je Krimpy Dinky. Als je maar stempelt met een watervaste inkt. Nou, de Krimpy Dinky, dat was dus opschuren als je met potlood wil inkleuren. Heb je stiften die dus watervast zijn, dus permanent stiften. Dan kan je daar ook mee kleuren op het krimpfolie. Wat ik kan vertellen, het krimpfolie is wel erg duur. Maar nu heeft Janine een andere versie gevonden. Of een andere versie, die heeft één vel voor 1,50. Nou, voor 1,50 heb je toch heel erg leuk speelgoed. En zeker ook met kinderen heel veel leuke bloemetjes maken, ringetjes erdoor. En zo kunnen ze leuke kettingen, sleutelhangers, armbandjes. Ja, je kan er van alles mee maken. Het was denk ik ook bedoeld voor kinderen... Maar ik vond het zo leuk om het ook te verwerken in kaartjes. Zo kan je eigenlijk je eigen schutmateriaal op kleur van je kaart maken. En de hangertjes natuurlijk ook. Je kan ook nog je hangertje bijvoorbeeld eerst kleuren met een potlood. En dan aan de andere kant een tekststempel. Dan heeft hij nog zelfs geen doorzichtige look. Maar een gekleurde look. Nou, en zo kan je er van alles mee versieren. Dit was eigenlijk mijn live voor vanavond. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uit kunnen leggen. En dat jullie het konden volgen tot zover. Dan wens ik jullie in elk geval allemaal een hele fijne kerst. Want dat is ook alweer aankomend weekend. Marijke, de inkt, dat is een Stazon. Stazon inkt vind ik zelf erg fijn om mee te stempelen watervast. Fijne kerst. Een heel goed uiteinde. En ik hoop een heel creatief 2018 voor iedereen. Ik denk niet dat ik voor die tijd nog weer live ben. Dus van mijn kant, hele fijne avond verder, fijne feestdagen en tot volgend jaar.